Nou is het leven zoveel chiller? Dat doen wij nooit, maar het is echt heel erg relaxed. Veggieburger testen. Ik heb dus een volger, kijker Anna. Maar dit vond ik dus ergens zo cute. Jammer. Ruud zei dus echt de leukste avond ever. Ik ben gehuild, want ik raak helemaal in paniek. Ik wil dat gewoon graag. Ik wil gewoon laten zien dat ik ook. Ja. Oh, lekker. Iedereen kan in Marokko naar binnen kijken. Ik zou te maken aan iedereen als een hele nieuwe relatie heeft. Ga je het wel even doen? Welkom bij een nieuwe weekvlog. Dit is de laatste weekvlog dat we nog op vakantie zijn. Het is maandag en zondag gaan we als het goed is rijden. Ik ben heel erg laat wakker. Het was gisteren echt super leuk. Dat heb je in de vorige weekvlog kunnen zien. Ik ben net ongesteld geworden. Ik heb vet veel buikpijn. En Ruben is naar de supermarkt. Ik hoop dat je het lekkers meeneemt. En ja, welkom bij een nieuwe weekvlog. Kijk wat chill jongens. Wij zijn dus van die mensen die altijd naar van die afgelegen plekjes gaan. Maar dit is gewoon het normale gedeelte en hier is het echt mega relaxed. We kunnen zelfs al onze spullen hier stallen en zo. Ja. Chill. Wij zijn echt geen strandmensen, maar ik hou er echt wel ineens. Kijk, hier is Ruben. Als je zeg maar echt even lekker gewoon met de auto gaat en gewoon goed je spullen meeneemt en zo. Gewoon lekker bij een stoeletje. Dan is het leven zoveel chiller. Dat doen wij nooit, maar het is echt heel erg relaxed. Hallo jongens, we waren een hele dag op het strand en ik ben nog steeds zwaar ongesteld en ik moet de afwas doen. En ik dacht, ik ga echt niet pas om 11 uur koken. Dus ik heb een burger. En dit is dus ik ga nu een veggie burger testen. Dit is de doos, hij is 5,50 en hij is echt groot. Le Grand Veggie. En vorige keer in Frankrijk hadden ze dit volgens mij nog niet in Frankrijk. En ze hebben dus ook een wrap. Echt anders dan in Nederland. Ik vraag me af wat de smaak van die saus is. Ik had gegoogeld. En ik dacht dat die vet gezond was. Schijnt die echt super slecht te zijn. Het is natuurlijk niet heel fijn licht voor jullie. Echt een broodje met maanzaadjes en zonnebloempitten. Sla, een soort van cocktailsaus. Tomaat. En een best wel grote burger. En die burger is gewoon... Ik denk dat het met soja is, maar ik weet het niet zeker. Volgens mij wel veel vullender dan die in Nederland. Nou, niet een hele goede review. Maar dan weet je tenminste dat je dat hier kunt krijgen. Echt heel groot, zeg maar. Wel, ik kom zo! Ja, kom. Die doe ik altijd met mijn kinderen, dit. Volgens mij is het dit pasje. Ja. Ik doe het ook echt met mijn kids. Heel goed. Kinderen hebben vet veel conditie. Jongens, we hadden vandaag een heerlijk chill dagje. En nu ga ik me klaarmaken voor een gezellig avondje. Maar er is dus zoiets leuks. Ik heb dus een volger, een kijker, Anna. En daar had ik contact mee gehad over mijn AliExpress jurk. En zo had ze helemaal een verhaal verteld over haar bruiloft. Echt mega leuk. En haar man heeft dus echt iets geweldigs voor ons gedaan. Oh, je kan het nu dus niet zien. Ik had dus een logo ontworpen, waar ik echt niet goed in ben. En het was echt het meest basic ooit, weet je wel. Gewoon in het programma, je klikt een hartje aan, je klikt de letters aan en klaar. Dat je denkt, dat is gewoon heel erg weinig werk. En daar vroeg ze dan $65 voor, vond ik echt niet leuk. Dus ik vroeg op Instagram, kan iemand dit zoiets ook maken of dit scherp krijgen of wat dan ook. En toen heeft hij dus gewoon voor mij allemaal... Ik vroeg hem in het zwart, in het roze en deze. En allemaal kleuren, we hebben... Allemaal verschillende bestandstypen. Dat je het op een visitekaartje kunt zetten. Echt niet normaal. Dus ik ben zo ontzettend dankbaar. En dit is wel echt heel mooi. Dus ik ga voor haar wat mooie armbandjes maken. En voor hem ga ik de enige mannenbril uit onze collectie opsturen. Maar zo dankbaar. Echt. Dit is gewoon echt wel heel erg lief. Het is gewoon echt mega professioneel. En jullie zien het wel op de site. En nu kan ik dus...
visitekaartjes gaan maken. En ik kan kaartjes gaan maken voor beide bestellingen. En als ik een keer het kleurtje zat ben, kies ik gewoon een andere kleur. Zo blij. Dankjewel, Anna en partner. Man. We zitten in de auto, jongens. We moeten nog opmaken. Echt, we rennen naar de auto, want kijk, een tropische bui. Echt wel lekker. De planten, die denken nu, ja, eindelijk. Het raam open kan meestal wel een beetje. Het is veel te heet anders. Dus ik ben benieuwd of hoe lang het volhoudt, deze bui. Anders is het niet zo leuk, maar we gaan toch eerst eten. Dat weet ik niet. We zijn er. Het is niet in Fréjus, maar in Puget. Puget. Ik dacht al dat het alleen maar van dat soort restaurantketens waren voor aan de weg. Het is wel lekker, maar ik vind dat... We hebben nog maar 3 dagen, of 2 dagen. Het is echt zonde om dan nu hier te gaan eten. Dus we gaan nu naar Fréjus rijden. Ik ga veel liever dan lekker aan het strand of zo. Gewoon een mooi restaurantje zoeken. We hebben wel mega veel honger. Echt hangry to the max. En toch gaan we... Nog even een kwartiertje weer terugrijden. Wow, ik ben wel heel bruin. Ja, dat heb je ook zelf gedaan, zeker. Poeder? Ja. Wat dan? Dat is dus wat ik zie. Heel raar als je gaat zelf de make-up routine doet. Kijk jongens, ik wilde niet per se een foto gaan maken. Maar dit vond ik dus ergens zo cute, deze setting. Toen heb ik net foto gemaakt, maar het is heel moeilijk. Want ik heb dus iets aan waarvan ik gewoon niet weet hoe ik ermee moet poseren. Maak jij ook eens even een foto? Ja. Wil jij alsjeblieft ook een keer een foto maken? Want jij hebt ook een foto nodig. Waar wil jij? Kies jij maar een mooi huisje uit. Hier even zitten? Nee, ja. Je moet van mij een foto maken. Dit straatje? Ik hier of dit. Dit? Oké. Okay. Of dit, zo cool. Je kan hier allemaal muurtjes uit kiezen. Kijk, daar. Zeg jij het maar. We zitten bij... Hoe heet het hier nou? Pizzeria de Maché. Oh ja, Pizzeria de Maché in Fréjus. En we komen er net achter dat we dus hier 3 jaar geleden ook zijn geweest. Maar tot daar zijn we gelopen en niet verder. En ik ga lekker voor salade, Ruben voor pizza, we gaan even kijken. Oude bokkenstal. Lekker drinken. Schattig. Ja, dit is denk ik ook wel die duiven aan hun drinken komen. Ja, tuurlijk. Dat is zo belangrijk. Dit soort dingen in de stad zijn zo belangrijk. Hallo. Een kraanwaadje erbij. Ja. Is het een broodje? Is het vers? Ja, nee, dat stond erop, maar. Met kruidenboter. Wil je dat niet ook bij salade? Oh, je hebt gewoon gebakken gemaakt. Ik zie even op je broodjes. Niet normaal. Holy, dit is echt niet normaal, ja. Dit is precies je vaders deeg. Lekker, jouw pizza ziet er ook goed uit. Niet normaal. Oh jongens, is het niet normaal? Dit is gewoon voor 3 personen. Echt heerlijk. Lekker. Ik heb een pizza vegetarien. Hey Ruben, maak eens even een foto van Kom man nu. Met even een foto, dus niet filmen. Dat je even alle sieraden ziet. In je auto. Oh, je komt zwart, is het dan? Super. Heel. Jij ook. Ja? Ruben wil zo graag een hond dat hij gaat voeren. Gaat hij liggen? Oh, hij staat bijna door zijn poten, joh. Echt een ding. Dag, joh. Hij is lief. Hij heeft wel dorst. Mag hij water van ons? Hij kan daarbij. Oh ja. Hola. Hij wilde eens eten. Hallo. Fijn is pakken, hoor. Het is echt een fijn is met Sia. Wat een fijn is. Wel een mooie foto maken. Ik zeg steeds dat ik geen alcohol meer ga drinken. Lekker? Jammer. Waar smaakt het naar? Naar... Spiritus met ananas. Nee, er zit geen crème doorheen. Er zit geen kokosnoot doorheen, toch? Beter roeren misschien nog? Nee. Proef jij het? Jij gaat het sowieso lekker vinden. Maar je moet het nooit rietje aan het onder doen, hè? Rietje in het midden. Mm. Ja, maar het is al geroerd, dat zie je. Jongens, het is zo grappig. Ik had een comment van iemand die zegt... Wat zegt ze nou, Ruub? Doe normaal tegen Ruben met je Ruubje, stomme babysitter. Ze heeft gelijk ook. Maar ik moest er zo hard om lachen, want Ruben vindt het namelijk vet irritant dat ik Ruubje zeg. Ja. Ik ga er echt stuk en om. En de jongen vindt ook vet. Weet je waar ik stuk om ga? Nu vroeg ik in de comments om de jongen te zeggen. En iedereen zegt nu de jongen en ik hou er echt van. Dus stiekem gaan we wel stuk. Jongens, ik ga misschien met Christina afspreken. Maar ik weet het niet zeker. Het is een beetje last minute. Het is echt over 2 dagen al weg en wij eigenlijk ook. Oh. Ruben wil zo graag een hond.
moment inzoomen op mijn hoofd. Proef maar, Ruben. Jongens, we hebben zo'n leuke avond gehad. Echt, toch Ruud? Ruud zei, dit is echt de leukste avond ever. We moeten echt vaker dingen doen samen. Super gezellig. We staan dus in een overdekte garage. Wat wel heel chill is, maar het is wel 8 euro. Terwijl bij de meeste garages betaal je toch niet meer na 8 uur 's avonds of zo? Ja, ja. Op straat? Wow, het is warm in de auto. En wat dus heel erg fijn is, ik zie er echt rood uit. Oh, ik begin nu rood te worden. Kijk nou, ik ben helemaal rood. Het is echt wel 1 uur of zo, jongens. Ik ben echt moe. Ik wilde iets zeggen. In ieder geval, het was echt zo leuk. Ik ben echt heel erg verliefd op Ruben. Ruben is heel erg verliefd op mij en we zijn al bijna 6 jaar samen, hè? Ruben? Nee, het was echt een hele erg leuke avond. Dat moeten we echt vaker doen. We zeiden dat we vrijdag terugkomen, ik weet het nog niet zeker. Heel leuk als je bijna nooit uitgaat om dit soort dingen te doen op vakantie. En wat dus echt leuk is, we hebben er echt uren gezeten en het is, als we thuis komen is het 1 uur. Dus het valt echt reuze mee. Het is toch wel heel leuk leven. Ik ben wel heel erg blij dat we dit gedaan hebben. Hele goede keus. Ik wil even doorfilmen, maar het is heel saai. Maar ik ben gewoon heel gelukkig. Ik vind het echt super leuk. Hoi jongens. Hoi, die mensen van boos. Ik heb een dag niet gevlogd. Reden 1. We hadden een hele leuke avond gehad. Dus we waren enorm brak. En echt, dat ben ik echt nooit niet te doen. Reden 2. In de middag ging ik door mijn rug. Voor het eerst in mijn leven. Ik heb echt gehuild. Want ik raakte helemaal in paniek. Ik werd helemaal duizelig. En ik dacht echt dat ik dood ging met zijn. Als je het nog nooit hebt meegemaakt, denk je echt, er hangt hier een spin. Als je nog nooit hebt meegemaakt, denk je echt, wat overkomt me. En nu kan ik dus heel weinig. We hebben nog 2 dagen. We hebben besloten om maandag weg te gaan in plaats van zondag. We hebben nog 2 leuke dagen. En ik voel me gewoon prima. Maar mijn rug, dan denk je het gaat. En dan onverwachte beweging. En zeg maar, de normale bewegingen doen heel veel pijn. Wil je alsjeblieft deze spin verwijderen? Is hij dood of levend? Nu gaan we even naar een coffee shop. Want ik had dus van ASOS iets besteld. En er zat dus geen retourlabel bij. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Nu moeten we naar een coffee shop om dat te printen. En tape kopen en zo. En we gaan nog even... Niet te veel boodschappen doen, maar we hebben geen water meer, we hebben geen brood meer. Maar ik wil gewoon leuke dingen doen, weet je. Alleen het is gewoon lastig, want het doet echt pijn. Dus ja. Ik denk tegen Ruben, want kijken die mensen op het zebrapadje aardig aan. Zegt hij, ja, zij heeft een vies topje aan. Ik had de shirt omhoog gedaan voor het zweet. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Maar voor 100 meter eerste afslag op de rotonde. Oké, we hebben nu het retourlabel. Nu hebben we het postkantoor gevonden, maar nu ligt het ASOS pakket in de auto. Dus Ruben is er natuurlijk aan het lopen, want het lopen doet echt veel te veel pijn. En dan is dat goed gelukt, maar dan moeten we ook nog tape regelen. Ah. 4:50 en we gaan nu eigenlijk ontbijten. En ik heb aspirine gehaald. En voor het eerst in deze hele vakantie hebben we sushi. Ik heb er zoveel zin in. Het is wel heftig als ontbijtachtig iets. Eigenlijk. Kijk hoe lekker, jongens. Als je dit... Dit is zeg maar mijn favorite combinatie. Die kan je eigenlijk nooit echt krijgen. En nigiri en maki en uramaki. Even een korte mukbang. We hebben maar 1 sojasausje. Ik begin vast, want ik hou het niet vol. Ruben, je hoeft niet zo te kijken. Als het 4:30 is en we hebben niks gegeten. Iets smaakt een beetje naar aarde, maar de vis is wel lekker. Maar iets smaakt naar aarde. Een mukbang. Het smaakt een beetje naar aarde, dus ik zou hem niet aanbevelen. Deze smaakt niet naar aarde. Share the most beautiful equation in math with you. Proef je ook aarde? Nee, je hebt niet gevoel. Niet echt lekker, hè? Zou je dit nog een keer halen?
mijn laatste. Eet smakelijk. Het punt is dus, waarom het dus wel oké is, omdat het vers is, maar de ingrediënten zijn niet lekker. Ik vind de salm niet lekker. Hij is niet heel taai, maar hij is ook niet heel lekker. Ja, nou, is echt niet zo slecht, maar het is net niet. Maar niet dat je denkt lekker. Dus 7,5. Nou, als ik mijn eerste sushi was, zou ik geen niet vaker sushi eten. Ik wil die eten, maar die moet als laatste. Ja, ik wou dat dit meer sushi. Wil je niet die? Nee, ik hoef niet meer. Ik hoef niet zo lekker. Sushi als ontbijt en nu de borrel als avondeten. We hebben dus calamaris gekocht bij de Lidl en in de pan gebakken. We zijn echt zo benieuwd of ze lekker gaan zijn. We worden weer aangevallen door tijgermuggen. We hebben kaas, olijvenbrood. Dit van die Spaanse kaasjes. Iberico, goat en manchego. En tzatziki. Hallo, het is onze laatste dag. Morgen is opruimdag. En we hebben besloten om toch maar naar het strand te gaan. En vanavond weer wat leuks te doen. Ik ben dus achter dat ik verslaafd ben aan koffie, wat ik echt niet leuk vind. Ik dacht dat ik daar niet verslaafd aan was. Want vanochtend dacht ik al, ik heb geen koffie nodig, ben ik moe. En ik ben niet te genieten. Ik ben zo chagrijnig. Dat is net als toen we bij dat Del Arte waren in Lyon. In Dordili. Dat ik tegen jullie zei. Dus dat vind ik wel zorgwekkend. Ja. Wow, zo lijk ik vet bruin. Hè? Huh? Hoorde je dat? Oh, ik had die tegen jou. Ik zei dat ik heel bruin lijk in de schaduw. Ik heb net een Instagram foto gemaakt. Het is echt zo lekker op het strand. Dat was ons laatste dagje strand. Ben ik bruin geworden, jongens? Ik vind het badpak zo leuk. Ik heb een, als je het badpak zeg maar echt wil zien. Ik heb een badpakfoto nu op Instagram gezet. Niet echt vol, ja wel vol. Nou, ik weet niet. Maar ik wil dat gewoon graag. Ik wil gewoon laten zien dat ik ook een badpakfoto heb laten. Ook al is mijn lichaam gewoon, dat ik het niet perfect vind. Kijk, ik draag dus veel make-up. En daardoor merk ik dus vergeleken met vroeger als kind. Dat ik veel sneller, minder snel bruin word in mijn gezicht. Omdat je minder pigment aanmaakt. Dat zijn we maar altijd, is dat waar. Maar ja, dit is het geworden. Morgen schoonmaakdag. We kunnen nog wel een beetje zon pakken. Hier Ruben is in het badje aan het dagen lopen. Ik ga nu mijn haar wassen. Ik word helemaal gek van dit. Ik wil dit er afknippen. Dit is helemaal dood. En grijs. En ik ga nu dus mijn haar wassen. Maar voordat het droog is, duurt het meestal echt 20 uur. En laatst ging ik naar het eten en moest ik met nat haar en een knotje. Dat vind ik echt jammer. Ik wil gewoon mooi haar. De laatste keer of één laatste keer uit eten. En daarna gaan we naar de kermis in Fresu. Nu wel met cash. En daar heb ik wel heel veel zin in. Ja, doei. We zitten bij een Libanees restaurant, want dat vinden wij dus wel lekker. Kijk, niemand. We zitten hier nu al een tijdje. En achter ons, helemaal vol alles. Dus of ze lusten hier dat eten niet, of we zitten echt in de verkeerde tent. De bediening is in ieder geval heel bijzonder. Hij krijgt gewoon gecijferd, hè? Hij krijgt het bijna alleen maar uitstekend. Nou, dan is het gewoon dat mensen bang zijn. Zoek maar even in. Deze camera is helaas een beetje vervelend. Oh ja, kijk, vers ingrediënten en kruiden. Dit is gewoon prima, we eten gewoon Frans, eet alleen maar Frans. Ja, om 8 uur 's ochtends begint hij zijn groenten te snijden. Hoe weten hun dat nou? Weet ik ook niet. De tijgermuggen zijn wel erg aanwezig, maar dat is overal. Mooie vriend heb ik. Kijk eens. Kijk. Nee. Is er? Moet je doen? Niks. Bos? Ja. Oh, lekker! Le taboulé. Le montabal. Oh, wat is dat? Puree d'aubergine. Ah, lekker! Heerlijk! Et l'oubliez et tam. Là, vous avez le pain. Ah! Vous l'ouvrez en deux. Oui. Oui. Et vous allez chercher. Oui. Voilà. Voilà. Lekker, merci! Merci. Wow, maar is dat nou alles of is het was de helft? Dat heb ik geen idee van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ik weet het niet. Misschien hebben ze de. Lekker. Misschien hebben ze het dubbel gedaan. Sommige dingen doen ze uit je normaal 1 gekregen en die krijg je dan misschien 2. Zeg het maar even, Ruben. 3 of 4? 3? Nee, het is een derde. Ja, nou ja, maar ik denk niet dat het jaar voorkomt dat ze zijn geweest. Boeiend, niet eens vertellen. Ruben vindt het heel leuk dat we na 3 of 4 jaar weer terug zijn. Bij de plek waar het leuk was. Waar we toen een foto hadden op Facebook of zo? Ja, toen had ik hier dus een hele leuke foto. Ik dacht, ik vertel het niet, want dan ben ik weer onaardig. Dus Ruben, die vind ik heel mooi, die wil ik van jou plaatsen. Dus ik was helemaal blij, want toen hadden we pas net. Dat heeft hij nooit geplaatst. Toen was ik boos. Dit zijn kleine suikerspin voor 2 euro. Welkom. Niet normaal. Kijk dan.
stukjes afbreken. Ruby gaat veel te hard. Die mensen worden bang. Leuk. Kan hij vallen? Nee. Maar ik ben een beetje bang. Ik ben zo bang. Kunnen we er... Zo schijten. Oh, ja, zij zijn natuurlijk ook niet helemaal in balans. Nee, je maakt ze bang. Dat is een ijsje. Gaat heel hard. Maar Ruby, dit is gratis, hè? Ja, weet ik. Is dat normaal? Wie is het graag, dat ben je gewoon naar boven geklommen. We zijn gewoon naar boven gelopen. Het is in een soort van kinderpark. Ik deze. Oh, ik wil in het kinderpark blijven. Ik deze. Ja, dat is wel leuk. Ik ben dus een klein beetje bang dat mensen mijn hele ondergrond bekijken nu. Ja, snel. Oh, jij gaat zo hard dat ik het eng vind. Ik ben bijna voorbij. Dat was het al. Misschien nog een keertje. Dit vind ik heel leuk. Maar ik vind het ook gewoon niet eerlijk als jij als kind hier mag. Want ik durf niks. Kijk. Ruben is bang. Ruben is bang. Wie bestuurt deze trein eigenlijk? Ik wel. Oh, hij gaat best wel wild. Ik vind het wel leuk. Minder hard. Oh ja. En nu, wat ben je nu? Wow. Wilt ie? Ja. Wil je? Ja? Oké, okay, komt ie. Hij is stuk, denk ik. Nee. Denk aan mij. Oh, dat klinkt niet goed. Was dat het al? Leuk, fijn. Zo, so, dat is een leuke auto, man. Een boer. Nou, ik ben erg blij met dit. Ja, heel fijn deze. Deze automaat kan iedere avond mee in de relatie. Ik weet geen echt een lekkere boel. Er gebeurde echt niks, toch? Ja, er gebeurde echt letterlijk niks. Nou, jawel, ik hoorde een boer. Ja, deze ben je dit. Ben je groentje. Virgin. Oh, leuk. Ik ga de kijkers laten zien om even een goede voorbeeld te geven. Wat kan ik ernaast houden om te laten zien hoe rood het is? Dit. Doe je hand weg? Ja, dit is gewoon niet. Ga je het nooit meer doen? En ik heb dus een soort van apart kapsel. Wat vinden jullie ervan? Wat ik dus had gedaan, mijn haar was nog een beetje nat. Dus toen het een beetje droog was, ben ik het gaan stylen. Maar alleen dit is zeg maar niet gesteld. Toen heb ik in de staart gehad en heb ik er niet meer aangezeten.
En ik heb dat laatste beetje Maria Nila-masker gebruikt. Ik vind het wel grappig staan. Zeg even wat je ervan vindt. Het is gewoon helemaal strak. Kijk, normaal doe ik mijn haar zo naar achter. Nu valt het gewoon, kijk. Ja, gewoon zo, in de staart. Oh, het is wel lekker bruin een beetje, gelukkig. Echt weer een nieuw masker aan, ik kan niet zonder. En nu gaan we een keer slapen in plaats van nu nog heel lang wakker te blijven. Dus tot morgen. Hallo jongens. Het is vandaag de laatste dag. En het is weer niet opgeladen. We gaan dus opruimen. En dit is onze laatste dag. Gaan we nou wel of niet overnachten? We weten het niet. Weet je wat ik raar vind? Ik heb dus allemaal op mijn wangen dingetjes. Ik heb niet ongezond gegeten en ik ben elke dag in de zon geweest. En normaal zit het na een paar dagen weg en nu zit het er nog steeds. Precies dezelfde vlekken als 3 weken geleden. Oh ja, het ligt een beetje aan het verkeer. We hebben dus ergens helemaal geen zin om... Kijk, dan ga je dus instellen op dat je weggaat van vakantie. En dan moet je dus alsnog weer in een hotel slapen. Heb je zo'n op de terugweg, ben ik dan gewoon ook terug naar huis. En ja, Ruben ook wel op zich, hè. Maar als het heel druk is op de weg, gaan we wel naar Luxemburg en gaan we met slapen of zo. Dat is een beetje lastig, want de jongen die in ons huis zit, wil het natuurlijk ook wel weten. Wel lekker bruin. Ik wil nog een beetje zon pakken vandaag, maar het is al 3 uur. Ik ga nu de keuken doen. Ciao! Met muziek erbij gaat het zoveel beter. Ik moet zeggen dat ik wel erg last van mijn rug heb, maar ik moet even wel wat doen. Oké, jongens, ga ik de weekvlog hierbij afsluiten. Ik heb hem net geëdit. Ruben is hem nu aan het checken of er niet hele stupide dingen van hem in zitten. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei!